Kijk, we zijn in de bunkers. In de bunkers en het Walhalla van BD Store. Dit is de inpakbunker. Goedemorgen. Goedemorgen. Hier worden eigenlijk alle pakketten klaargemaakt. De mensen die het online hebben gekocht. Gaat bij jullie ook goed de bestelling? Ja, de online bestellingen, daar zien we toch wel een stijging in ten opzichte van 2019. Ja, dus vooral veel vuurwerk wat er gekocht wordt. Ja. Vinden mensen mooi. Mensen hebben het ook gemist natuurlijk na 2 jaar corona. Ja. En ze zijn eigenlijk blij dat het weer mag. Ja. Dus dat zien we toch. Dus dan geven ze toch wat extra uit. Ja, klopt. Ja, en ik begreep ook dat bij de groothandels is het ook allemaal voorraad. Dus het is waarschijnlijk in heel Nederland. Is het Klopt. Onze groothandel kan het gelukkig aan. Dus wij krijgen nog genoeg toevoer van vuurwerk. Ja. Dus ja, hier kan nog gewoon 3 dagen lekker geklapt worden. Ja. Dus ja. Jij bent normaal, ben jij helemaal de grote visspecialist van geweest, hoor. Dit is toch wel wat anders voor jou, of valt het wel mee? Dit is wat anders, maar dan ook hartstikke leuk om vuurwerkverkoop te zitten. Ja, precies. En met zo'n hele werk jullie, want ik zie echt overal mensen bezig. Een mannetje of 8, 9 zijn we nu bezig. Ja. Je hebt een mannetje nodig voor het vastmaken van het karton, het aanvullen van de winkel. Ja. De verkoop natuurlijk, het klaarmaken van de webshopbestellingen. Ja, het is echt een heel proces. Ja. Nou, hier heb je nog meer voorraden. Ja, we hebben hier de bunkers. Hier ligt dan netjes het vuurwerk opgeslagen. Ja, het zijn echt voorraden. Ja. Sena, bekende naam. Ja, ja. Bekend. Doe maar. In de tweede bunker. Met nog een extra. Ik zie allemaal sprinklen. Wat dat betreft, de beveiliging is wel in op orde. Ja. Dat moet in orde zijn. Ja, dat is ook zo. Ja, ja, super. Ja, we zijn er klaar voor de aankomende 3 dagen. Ja, jullie zijn ook gewoon alle 3 dagen open. Tot, tot 6 uur s'avonds? Vanavond 9 uur. Morgen ook tot 9 uur. En zaterdag zal dat rond een uur of 6, 7 zijn. Ja, precies. Dan, ja. Dus mensen kunnen, en wat, ondanks dat je heel veel mensen hebben online besteld, maar mensen kunnen ook gewoon binnenlopen. Ja, ze kunnen gewoon binnenlopen, we hebben ruim assortiment. Ja. Dus keuze zat. Gaat het helemaal goed komen. Ja, ga je zelf nog knallen ga je zelf nog wat afsteken? Zo ja, natuurlijk. Ik heb 2 jongens van 8 thuis zitten. Die zitten vol smaak te wachten tot papa wat leuk vuurwerk meeneemt. Dus we gaan zeker knallen. Ben je wel aan je stand verplicht dan, ja. Ja. Nou, heel veel plezier en dankjewel voor je toelichting. Oké, dankjewel. Cobra's worden gewoon in de wijk uitgekeerd. Ja, Hoi, Jurgen. Hoi, Gerard. Is dat wel werk vandaag? Ja. Zal ik even een prijsje maken? Of, dit is altijd gewoon mooi. Dat vind ik zelf als je. Ik wil nog maar één keer daar zien. De King Kong. Wat gaat de glühwein er eigenlijk in? Ik zie wat. Er wel in. Oh, echt waar? Ja, het is 9 uur 's ochtends. Had je het toch niet gevonden? Nee. Welke? 106. 5-2. 6-3. 06. Je hebt allemaal? Ja, 106. Is dat? Kijk, je had 3 keer deze. Ja. Enkel merk. Ja, dat is goed. Kijk, dit is wat. Zilver of de cracking. Even kijken, dit is de fonteintje. 06. Ik ben anders bij de Mac best wel gooien, want daar hebben we nog ruimte. Ik heb hem hier. Iris, hoe is het? Goed. Ja, ja, denk, we mogen lekker weer. Ja, ik denk, kom eens om 9 uur 's ochtends, dan is er nog niks. Maar, dat valt mee, hè? We zijn vol aan de bak, we stonden allemaal in de startblokken, kunnen we zeggen. We hadden er allemaal zin in.
En er was veel te doen vandaag. Dus, ja, ik zag een hele lijst hangen achterin. Ja. Veel bestellingen. Ja, veel besteld. Ja, dus ja. Mensen hebben er weer zin in. Mensen hebben er echt zin in. Ze hebben het echt duidelijk gemist, denk ik. Ja. Ja, wat heel populair natuurlijk is en wat ook echt aanslaat, zijn die grote compound dozen. Dus dat je een grote, meerdere potten aan elkaar doorgelust hebt. Ja. En dat je echt een eigen showtje maakt. En dat is onwijs populair. Ja. Maar die zijn ook best wel, en dan zit je altijd zo boven de 100 euro. Ja, dus, ja, niet helemaal, maar ja. Maar dan heb je ook gelijk een showtje. Dan heb je gelijk een showtje, ja. Dan maar er is ook nog gewoon, er zijn wel kleine rotjes nog, of mogen die ook niet meer? Nee, er zijn echt geen rotjes meer. Nee, knal is echt verboden. Niet eens een astronautje? Niet eens, niet één. Nee, niet eens één. Nou, nee, ja, dat is het. En dat is op zich wel jammer. Maar aan de andere kant is dat natuurlijk, vanaf dat we pas om 6 uur af mogen steken, is dat ook minder interessant geworden. Ja, ja, dat is ook zo. Dat is het ook. Maar jullie zijn 3 dagen geopend van nu tot met zaterdag. Zaterdag, 6 uur van de middag, ja, zoals het loopt. Ja. En ik zie wel de glühwein, maar wat jullie ook altijd hadden, was dat rad. Ja. Waar is het rad? Het rad is in de kast gebleven. Oh ja? Ja. 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 Soms moet je keuzes maken. Ja. En dit was een keus, maar de oliebollen en de glühwein zijn er zeker. Precies, en de gezelligheid. En de gezelligheid is er altijd. Wens ik jullie mooie jaarwisseling. Dankjewel, dat wensen we jou ook. Waar hebben mensen